En bij een onderzoek naar nepnieuws heeft 86% van de respondenten aangegeven dat nepnieuws een groot probleem is in Suriname. Het onderzoek is gedaan door de Media Literacy Suriname in opdracht van de Amerikaanse ambassade. Voormalig journalist Kamlesh Ganesh, die het onderzoek heeft geleid, wilde weten of nepnieuws daadwerkelijk een probleem is en hoe de samenleving daarmee omgaat. Er is onder meer onderzocht wie wordt gezien als bronnen van nepnieuws en wie men verantwoordelijk acht voor het verminderen van nepnieuws. Als je kijkt naar de antwoorden, dan zie je toch wel dat een groot deel aangeeft van politieke leiders zijn waarschijnlijk de bronnen van nepnieuws. En daar komt in de lijst waarschijnlijk de journalistiek een klein beetje bij kijken. Maar als je kijkt naar dat aspect van het verminderen van nepnieuws en wie men verantwoordelijk acht daarvoor, dan zie je toch wel dat zeker 40% van de mensen aangeeft van wij achten journalisten nog steeds verantwoordelijk voor het verminderen van nepnieuws. En verantwoordelijk in de zin van het aanvechten. Dus dat is het min of meer hoe men eigenlijk kijkt naar deze twee zaken. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Carla Boetius, moet er een duidelijk verschil worden gemaakt tussen sociale media en de traditionele media. Op sociale media wordt vaak genoeg nepnieuws geplaatst en gedeeld. Journalisten weten wat de ground rules zijn. Ze moeten onderzoeken, ze moeten hoor en wederhoor toepassen. En zo kan je eigenlijk fake news elimineren. Want je gaat op onderzoek uit en jij brengt feiten. De mensen op social media, die brengen hier ze. Ze horen wat en belasten het op en anderen nemen het over. Daar schuilt het gevaar. Wanneer journalisten inderdaad ertoe overgaan om zonder onderzoek dingen van social media over te nemen. Dus ik denk dat eigenlijk als je goed ernaar kijkt, journalisten brengen in de regel geen fake news. En eigenlijk moet dat niet, want ze moeten op onderzoek uitgaan. Journalisten, de mediahuizen, moeten feitelijkheden brengen. En dat was dus Carla Boetius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ. Na het onderzoek zullen webinars worden gehouden om verder in te gaan op deze issue. Boetius juicht de webinars toe en hoopt dat journalisten massaal zullen participeren.